Forces, voor het Korps Mariniers gewerkt. Je was een van de beste militairen van ons land. Je weet dus precies hoe je onder de radar kunt opereren. Wat kan deze man allemaal als militair? Ja. Welke vaardigheden heeft hij die hij nu mogelijk gebruikt? Als hij in het leven is natuurlijk. Het is heel erg afhankelijk van zijn training natuurlijk. En als hij echt gespecialiseerd is in bepaalde overlevingstechnieken en zogenaamde evasion technieken, echt om uit handen van de vijand te blijven. Dat is blijkbaar zo, hè? Ja. Die training heeft hij zou gespecialiseerd zijn wel echt in. Ja. Kijk, en dat is natuurlijk ook nog steeds de vraag. Als jij in het verleden één keer zo'n training hebt gehad, is dat nog steeds een vaardigheid die je eigenlijk constant moet gaan ontwikkelen? Mm. Dus dat is natuurlijk heel erg relevant. Wat doet hij dan? Waar komt dat op aan? Hoe blijf je onder de radar? Nou, net is eigenlijk een hele relevante opmerking. De vraag is natuurlijk, als ik hem zou zijn en als ik zelf onder de radar zou moeten blijven, dat ik iedereen laten denken dat ik richting het bos zou gaan, zou ik daar bepaalde sporen uitzetten en vervolgens zou ik totaal de andere kant op gaan. Waardoor nu de hele wereld zeg maar naar het bos kijkt. En vervolgens zit je zelf in een ander gebied natuurlijk. Dus dwaalsporen uitzetten, wat zou dat dan kunnen zijn? Wat voor dwaalsporen kun je... Bijvoorbeeld heel simpel, een tentje of een poncho of wat etensresten. Hmm. Precies wat we hoorden hier. Ja. Dus. Ook die wagen, hè? Want die wagen, dat is eigenlijk het eerste spoor. Hij is daar een paar keer gesignaleerd en dan is die wagen gevonden. Daar is vandaag van gebleken trouwens dat daar een soort van lichtvalstrik in zat. Dus als dat was ontploft, samen met die vier raketlanceerders die op de achterbank lagen, ja, had een enorme ontploffing en een brand kunnen veroorzaken. Dus niet alleen een dwaalspoor, ook maar een poging tot... Dit wordt echt crimineel, want op zichzelf, op dit moment, juridisch gezien, hij heeft wapens gestolen en zo, maar hij heeft natuurlijk nog niet iemand vermoord. Die zin is de daar is wat discussie rond en mensen zeggen er is nog geen druppel bloed gevloeid. Nee. Dat is waar, maar hij heeft tot nu wel al een aantal misdrijven gepleegd. Dat staat vast. Hij heeft wapens gestolen uit een kazerne. Poging moord, als je dat wilt bekijken met die lichtvalstrik. Ja. Lichtvalstrik? Lichtvalstrik. Maar hier hebben we een specialist. Wat is dat? Nou, als ik eerlijk gezegd, is het een klein beetje knullig. Want als je echt helemaal gespecialiseerd bent in dit soort technieken, dan gaat zoiets detoneren. Dan gaat het bom, die gaat af. Wat betekent dat? Wat is het? Ja. Nou, als je echt een valstrik wil zetten en die zet je professioneel, dan gaat die af. En dan komen ze daar niet achter. En dan laat je ook geen wapens achter. Ja. En als je echt een special forces militair bent en getraind in dit soort technieken... Dus dit is gewoon een trucje om ze op een dwaalspoor te brengen? Ja, of het is gewoon echt knulligheid. Dat zou ook kunnen. Ja.